Ja, ik werd net even gebeld door een vriend van mij. En die zegt, nou, ik kom er helemaal niet uit met die verkiezingen, Harry. Nee. Ik ben maar aan het zweven. Van de ene partij naar de andere. Ik zweef mij helemaal gek. Ik kan wel als die zwevende vaak hier naar de Efteling. Ja. Tjonge, jonge. En toen nam ik met hem even snel nog even de laatste peiling door natuurlijk. Ik zeg, ja. Ik zeg, die zijn net uit. Hij zegt, en wat moet ik daar nou mee? Ik zeg, nou ja, je hebt dus nu op dit moment, vrienden, dit is de stand van zaken. We hebben dus op de derde plaats hebben wij GroenLinks en Partij van de Arbeid, 22 zetels. Dan hebben we de Pieter, 26 zetels. En dan hebben we de VVD met 28 zetels. Dat is hem. Dat is de stand van zaken. Dus we hebben VVD, die staat op de eerste plaats. Tweede plaats de Pieter. En derde is de GroenLinks. Groengoeroe Timmermans. Nou ja. Maar heb je dat gesprek gezien? Dat zogenaamde debat? Ja. In Arnhem. Tussen de Groengoeroe, tussen die Timmermans en de Pieter. Nou zeg. Als je daar goed naar gekeken hebt, ja, dan moet werkelijk het zweetje uitbreken en paniek ook. Want die waren daar een beetje aardig tegen elkaar en vriendelijk. En wat hebben we een begrip voor elkaar. En ik snap jou en jij snapt mij. En ik heb ook al helemaal, ja, wat jij daar net zegt. Nou, dat dacht ik net ook al. En die, dat ging maar door, dat hield niet op. Ja, we waren het een beetje oneens over kernenergie. En misschien ook nog een beetje over het asielbeleid. Maar daar komen we wel uit. En die zo. Dus ik dacht bij mezelf, die gaan gewoon lekker samen straks. Ja, dat droop er gewoon helemaal vanaf. Vrienden, ja, die hebben elkaar een beetje gevonden. En het blijkt ook, want die campagneleiders van die beide partijen, die lopen ook bij elkaar de deur plat. Ja, dus dat, dus kijk nou, ja, dat zei ik tegen die vriend van mij. Kijk uit, als jij overweegt om op die Pieter te gaan stemmen, dan stem je eigenlijk op de Groengoeroe. Is die stem gaat eigenlijk naar links. Dus dan heb ik zoiets van, nou, dan laat ik die Pieter even links liggen. Ja, daar heb ik dan even geen zin in. Nee. Dus, en de VVD is nu de grootste. Dan denk ik, nou, dan moet de Dylan maar het torentje in. Ja. Dat. En dan kan je wel weer tegen mij zeggen, ja, maar die VVD verdient dat helemaal niet. Hè? Met het beleid van de afgelopen jaren. En dat klopt. Dat is ook waar. Die VVD verdient dat ook niet. Maar vrienden, wat moeten we dan anders? Ja, wat moeten we dan? Hè? Ja. Dus, het is allemaal voorlopig nog, hè? Voorlopig, want we hebben nog 3 weken te gaan. Maar voorlopig, vrienden, gaan we even voorzichtig kijken naar de VVD.